Shoplog time! Ik ben gisteren naar Amsterdam geweest en ik heb allemaal leuke dingen gekocht. Dus ik dacht, dat moet ik jullie laten zien. Ik heb ook het een en ander bij de Primark gekocht. Dus laten we snel beginnen, want het zijn best wel wat leuke dingen. Zullen we even beginnen bij de Miniso? Dat zit hierbij in, maar dat komt dus van een andere winkel. Super schattig winkeltje met allemaal cute dingen. Hello Kitty, Care Bears, volgens mij hadden ze ook dingen van Pokémon. Ja, je kunt ze geen idee bedenken of ze hadden het wel. Dus ik zag een aantal dingen die ik wel kon gebruiken. Of in ieder geval heb ik tegen mezelf verteld dat ik die dingen kon gebruiken. Als eerste zag ik namelijk pleisters van Care Bears. En ik vond het wel ook een handig doosje om mee te nemen. Ik heb namelijk echt altijd gedoe met mijn voeten. Maakt niet uit. Ik krijg gewoon altijd blaren, altijd pijn. En ik ben niet de handigste, dus pleisters is dan wel handig. Ik had niet eens pleisters in huis, dus ik dacht, ja, dit moet ik meenemen. En kijk, er staan ook Care Bears op de pleisters zelf. Dus dat is gewoon veel gezelliger dan zo'n saaie Hansaplast-pleister. Toen vond ik nog hand sanitizer van Care Bears. Hier hangt nog een rainbowtje aan. En dat vond ik wel leuk en handig. Want ik reis voor met het OV, dan vind ik het wel fijn als ik af en toe mijn handen eventjes lekker kan schoonmaken. En het is ook chill als je naar een openbaar toilet moet. En ze hebben niet van dat wc-reinigen dat je dit gewoon lekker op een wc-papiertje kan doen. En je het wel lekker mee kan schoonmaken. Ik denk soms wel tegenwoordig, waar betaal ik die 50 cent voor? Dan zit er zo'n wijf op zo'n stoel en die doet geen fluit. En dan denk ik, ja, de bedoeling is toch dat jij het hier schoonhoudt of niet? Dan heb ik een kledingroller en ik heb een hond. Dus nou ja, er vliegen nog wel eens wat haren in de rondte. En ik vind het wel fijn als je met zo'n plakroller gewoon... gewoon even over je kleding heen te gaan. Plus, hij zit in een handige houder, waardoor niet alles in je laadje aan die rollen blijft plakken. Nou, dat de Hello Kitty op stond was wel een leuke bijkomst. Ga ik nog even eerlijk toe. Dan ben ik nog bij het koekenmannetje geweest en bij de Primark. Wat is leuk? Eerst de Primark en dan het koekenmannetje? Of eerst het koekenmannetje? Eerst het koekenmannetje. Oké, ik zal jullie even wat laten zien, want hier staat nog een tas. Ik ben namelijk, nou ik denk een maand geleden of zo, ook in Amsterdam geweest. En toen heb ik bij het koekenmannetje een koekjesblik gekocht. Met 10 koekjes. Maar ik dacht, ja, ik heb er al een blik, want die heb ik de vorige keer meegenomen. Dus ik ga nu voor een koekjesdoos. Maar ik heb de koekjes dus alvast in een blik gedaan, omdat ze in een blik langer vers blijven. Dus ik had nu dus een doos met 10 koekjes. En dat is 18,95. Dus dat betekent dat het 1,89 is voor per koekje. Dat vind ik best wel meevallen. En de koekjes zijn zo fucking lekker. Ik zal ze jullie laten zien. Oh nee, een koekje stuk. Kijk hoe lekker. En ze hadden nu een nieuwe smaak van de maand. Ze hebben altijd weer andere smaken. Limited editions. En dat is macadamia nut white. Oké, ik moet echt even nog een stukje proeven. Er is één stukje afgevallen. Dus dat betekent dat ik die gelijk moet eten. Mmm. Oh, dit is zo lekker. Echt niet normaal. Dit is zo lekker. Ik heb eigenlijk van alle smaken één. En dan van de overige allemaal white macadamia. Omdat dat de limited edition is. En dat leek me lekker. Nu door naar de Primark. En jullie weten dat ik echt Disney obsessed ben. Dus ik heb ook weer wat leuke Disney dingetjes. Te beginnen met mijn favoriete aankoop. Dit is echt mijn favoriete aankoop. Namelijk deze pyjama van Marie. Met een schattige korte broek. En kijk die print. Ik vind het zo schattig. Ik hou echt van Marie. Ik hou van katten. Ik hou van Disney. Dus dat is helemaal top. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Ik vind het zo leuk. En het is perfect voor nu met dit weer. Het is gewoon warm. En je wil wel wat aan. En ja, dus ik ben hier helemaal gelukkig mee. Dan heb ik ook nog een telefoonhoesje gekocht. Die vond ik bij het... Ik weet niet wat ik deed, maar ik slikte, maar dat ging naar plekken waar ik het niet had verwacht. Dan heb ik nog een telefoonhoesje met aardbeidjes. Die vond ik gewoon schattig. En je weet wel, als je wil betalen, dat je eerst langs allemaal van die bakken heen moet. Ja, daar neem ik altijd van alles mee. Toen vond ik nog een superleuk rugtasje. En mijn plan is om nog wel dit jaar, dus in 2024, naar Disneyland te gaan. En ik dacht, hoe leuk is het als ik een schattig rugtasje heb om op te doen. En ik vind deze gewoon heel leuk. Die past eigenlijk bij elke outfit. Is niet te Disney gekkie, maar wel gewoon heel, heel leuk. En die was trouwens, is misschien leuk als ik de prijzen benoem, 19 euro. En de pyjama was 20 euro. Ik vond het wel een beetje duur voor een pyjama, 20 euro. Maar ik dacht, ja, ik vind hem zo leuk.
Ik neem hem mee. En op de bandje staat dus ook nog Mickey, Mickey, Mickey. Ja, ik vond hem gewoon super leuk. Ze hadden hem ook nog in andere modelletjes, maar ik dacht een rugtasje is altijd wel fijn voor in Disney. En dan heb ik... Wat heb ik hier? Oh nee, dit kreeg ik van een man op straat. Het was echt een super lief mannetje en ik heb het in de trein ook echt gelezen. Er staat ook hoe kan ik God leren kennen. Dus niet lelijk doen tegen dat soort mensen. Er zijn mensen die gaan dan lelijk doen tegen dat soort mensen. Terwijl die mensen staan daar uit goede intenties. Ze bedoelen helemaal niks verkeerd mee. Dus doe gewoon lief. Ik snap echt niet waarom mensen daar dan lelijk tegen zouden doen. Omdat ze misschien anders denken dan jij. Who cares? Ze bedoelen het goed. Wees gewoon lief. Ze doen niks verkeerd. Dat was mijn preek. Dan heb ik nog onderbroeken meegenomen. En deze zijn zo fucking chill. Dit zijn echt totaal geen sexy onderbroeken. Maar ze zijn zo fijn. En ze schijnen gewoon niet door. Ze tekenen niet af. Ze snijden niet in je vet. Ze zitten gewoon lekker gewoon omheen. Weet je wel. Je hebt geen randjes die dan ergens insnijden. Ze zijn ook heel fijn voor onder sportleggings. Daar zie je gewoon ja, helemaal niks onder. Dus die heb ik in het zwart. En in... Ja, in wit met huidskleur. Ja, dan heb ik nog een trui meegenomen van mijn boyfriend. Die zag ik op de mannenafdeling. En ik dacht, dat vind ik wel heel leuk voor hem. Want ik hou heel erg van kunst. Ja, staat Vincent van Gogh op. Ik vond het zo leuk. Volgens mij, hij zei dat hij hem heel leuk vond. Maar hij heeft hem nu gezien. En hij reageerde niet echt super enthousiast. Dus, maar ja... Ik vind hem wel leuk. Hij moet hem maar gewoon eraan dragen, die surpiet. En dan is dit de achterkant. Ja, ik hou echt super erg van kunst. Ze hadden dus helemaal een kunstcollectie. Ook wel voor de dames, maar die shirts vond ik allemaal niet leuk. Oh, wacht. Ik vergeet helemaal iets. Oh my god. Bij een New Day in Amsterdam. We zitten in de negen straatjes dicht bij het koekenmannetje. Heb ik nog twee ringetjes gekocht. Ja, ik kan het niet laten als ik leuke ringetjes zie. Shut up and take my money. Ik moet dat hebben. Ik heb deze gehaald. Ik weet niet of je het nou goed kan zien. Shined heel erg. Maar er staat een L op en aan de zijkant van die sterren. Echt een lekker opzichtige ring. Ja, dat vind ik gewoon echt super leuk. Zo lekker opvallend. Soms heb je zo'n dag dat je denkt, ik wil een leuke ring. Nou, dan kan dat. En dan heb ik hier nog eentje met een slangetje. Dus ja, die vind ik ook heel leuk. Maar vooral voor om een ringvinger. Gewoon zo'n mooi subtiel ringetje. Ik vind dat echt heel leuk. Dus die twee ringen hebben we gekocht. Bij een New Day Amsterdam. Maar dan was dit alles wat ik heb geshopt. En nu ga ik de cookie verder opeten. Dat snappen jullie natuurlijk wel. Dan was dit een shopvlog. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je hem nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hieronder. Ik ben nu van plan om vaker langere video's te maken. Laat me vooral weten in de comments wat je wil zien. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!